Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 januari 2016. Dus het bulletin van maandag. Vandaag hebben we zoals altijd data met Contestia. We hebben geen SSTV, maar wel een data-experiment opnieuw aan het eind van de uitzending. Ook hebben we mossen. Ham-dmr.nl beschrijft hoe hij direct na het bekend worden van de Tytera MD380-hack al een door amateurs aangepaste versie van de firmware beschikbaar kwam. Deze aangepaste firmware biedt de mogelijkheid om bij DMR de kanalen bij langs te scannen. Meer info is te vinden op de bekende website van VA3XPR en natuurlijk op ham-dmr.nl. PI1UTR is opnieuw geactiveerd, zo kopte de nieuwe site van hobbyscope.nl. Het was al duidelijk dat er gisteren aan de repeaters gewerkt werd. Met het enthousiasme en de tomeloze energie die we van het repeaterteam gewend zijn, zijn gisteren op zondag dus de DMR en D-Star repeaters vanaf de Gerbrandi-toren weer in de lucht gebracht. Het grootste kabij hierbij was het leggen van een 7/8 feeder over een afstand van ongeveer 60 meter voor de aansluiting van de zendantenne. Eerder was al een traject aangelegd voor ontvangst. De ontvangstantenne op 220 meter hoog wordt nu weer gebruikt voor PI1-UTR-D-Star, PI1-UTR-DMR, PI2-NOS en de WebSDR. Die laatste komt overigens vanwege een serverombouw pas later weer online. Het team is benieuwd naar rapporten omdat er natuurlijk het nodige is veranderd. In plaats van een korte coax en de apparatuur daar direct onder, worden nu lange kabels gebruikt. Hierdoor was het technisch veel lastiger om de repeaters qua performance weer op hetzelfde niveau te tillen. Erg leuk is dat er behoorlijk wat duidelijke foto's van de repeaters op de site staan. Hobbyscope.nl dus. De Stichting Camera's organiseert op 16 en 17 april in Dwingelo de tweede Europese conferentie over radioastronomie door amateurs. Deze UCARA 2016 valt samen met de 60ste verjaardag van de ingebruikname van de radiotelescoop in Dwingelo in 1956. Bij de conferentie zijn veel lezingen, demonstraties en verder in de rondleidingen een meetlab en een demonstratie van de radiotelescoop. Deelname is voor iedereen open, maar er zijn wel €50 kosten aan verbonden. Die kosten zijn inclusief lunch en de rondleidingen. Website is www.eukara.nl. Eukara schrijf je met een C. In de VS heeft congreslid Peter King de FCC opgeroepen om orde te scheppen in de chaotische situatie in de ether in en rond New York. In deze regio ondervinden zowel zendamateurs als commerciële gebruikers vaak enorme hinder. De Republikein King ondersteunt al lange tijd de zendhobby en hij maakt zich zorgen om met name de VHF en UHF repeaters in deze regio, waarbij de FCC, de Amerikaanse zeg maar agentschap Telecom, ondanks herhaalde verzoeken en smeekbeden van de Amerikaanse amateurvereniging ARRL geen aanstalten maakt om op te treden. In een brief heeft congreslid het over een groep mensen die moedwillig de repeaters verstoren, waarbij de aanvoerders van deze groep met naam en toenaam bij FCC bekend zijn. King schrijft dat het gedogen van de storing lang genoeg geduurd heeft en vraagt van FCC nu met klem een tijdig en voor iedereen zichtbaar optreden.
Ja, de katten hebben een geweldige timing. Ik druk het opnameapparaat nog niet in of... Juist ja, nou dan moet je eerst de kat hem maar eten geven.